Mensen, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Jullie horen het misschien aan me, ik ben minder vrolijk dan normaal. Ik zie er misschien minder fit uit dan normaal. Dat klopt, ik ben namelijk de afgelopen 2 dagen al bizar ziek. En nu voel ik me nog steeds niet top. Nee, je kan het misschien wel zien aan me. Ja, je hoort het ook gewoon aan me. Maar ik weet niet wat er de afgelopen 2 dagen met mij gebeurd is. Maar dat is echt bizar. Maar ja, jullie kennen me. Ik wil wel gewoon een video voor jullie maken. Dus welkom bij deze nieuwe video. Ik zou het heel erg waarderen als je even een like achterlaat op deze video. Laten we proberen er zoveel mogelijk likes te halen. Dan support je me natuurlijk enorm. En laat even een leuke reactie achter. Maar ja, ik ga vandaag een soort van mini-vlog voor jullie maken, want ja, zoals ik al zei, ik ben de afgelopen 2 dagen zo bizar ziek geweest. Dat is echt niet normaal. Ja, ik zal even uitleggen in het kort wat ik dus een beetje gehad heb. Het komt erop neer, alles wat ik at kwam er direct uit. Alles wat ik dronk voelde ik me heel erg bad om. En dat is gekomen sinds vrijdag ik wat gaan eten ben met mijn moeder. Dus ik denk dat ik een voedselvergiftiging op heb gelopen. Maar we gaan vandaag voor de zekerheid ook eventjes een COVID-test doen. Want ik hoorde namelijk dat er een Delta-variant is. Waarbij je dus ook ja, heel erg last van je buik kan krijgen. Buikklachten, misselijk kotsen. Alles wat ik eigenlijk heb. Dus we gaan vandaag voor de zekerheid samen ook even een test doen. Om uit te sluiten of ik wel of geen COVID heb. Ik hoop natuurlijk niet. Maar ja, we gaan het wel voor de zekerheid eventjes checken. Dus ja, ik hoop gewoon dat het een voedselvergiftiging is. Wat ik zelf ook denk. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit. Dus we gaan het zien vandaag, dames en heren. Ik neem jullie gewoon vandaag mee in deze dag. Dus we gaan er samen achter komen of ik wel of niet het virus heb. Ik hoop het natuurlijk niet. Maar ik ga zo meteen dus eventjes een test halen voor de zekerheid. En dan kunnen we dat dus gewoon uitsluiten. Dus ja, een leuk feit ook. Ik ben nu al 2 dagen ziek. En in die 2 dagen ben ik dus bijna 3 kilo afgevallen. Omdat ik niks van voedsel in me kan houden. Mijn buik, mijn maag voelt zo hard aan. Dat is echt niet normaal. Ik heb gewoon geprobeerd normaal te eten. Elke keer als ik wat at, ging het 2 uur lang goed. En na 2 uur kwam het er direct weer, ja, via mijn mond. Ik ga het gewoon zeggen, er gelijk weer uit. Niet normaal eigenlijk. Dus ja, vandaag is het maandag. Ik heb de klachten sinds vrijdag. En vanaf zaterdag ben ik echt aan het kotsen, zeg maar. Vrijdag begon het al een beetje. Dus ja, eigenlijk vanaf vrijdag, vanaf zaterdagochtend heb ik geen voedsel meer in mijn buik gehad. Natuurlijk is dat niet echt top. Dat is niet echt chill. Maar goed, ik ga nu eventjes, heel eventjes nog even bijkomen. Dan gaan we zo een test eventjes halen. En dan gaan we even uitsluiten of ik wel of geen COVID heb. Dus even duimen voor mij dat ik het niet heb, dames en heren. Trooi, ik ook dat ik geen corona heb, vriend. Dus als ik zo meteen bij jullie terug ben, heb ik de test. En dan gaan we even kijken hoe het valt, jongens. Oh mijn god, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, het moet eventjes. Ik heb hier ook een dikke puist zitten, jongen. Hey, yo, we hebben sowieso een extra kijker vandaag hier, jongens. Dat is niet normaal. Yo. Nou, kijk eens aan, mensen. We hebben de test, hoor. SARS-CoV-2 rapid antigeen test nasal. Nou, snel testresultaat. Eenvoudig en prettig gebruik. Hoge nauwkeurigheid. Nou, ik ben benieuwd, jongens, of we het hebben, ja of nee. Even voor de mensen in de comments die denken dat het een betaalde samenwerking is om je te laten testen. Nee, totaal niet, mensen. Ik doe het puur voor mezelf, puur voor de mensen om mij heen. Want dadelijk, stel heb je het wel, is het gewoon beter om te weten. Dus ja, voor je gekken die denken dat het een samenwerking is met de overheid om, ja, corona te promoten of iets. Dat is het niet, ja. Ik zweer het je, ik doe het puur voor mezelf om te checken of ik wel of geen corona heb. En of het gewoon een buikgriep is of een, ja, voedselvergiftiging. Dus ja, mensen, het is geen samenwerking. Dat jullie dat eventjes weten, even duidelijk. Nou, hier zit alles in. Zoals je kan zien, jullie hebben dit vaak genoeg waarschijnlijk gezien. Want ik denk dat jullie dit zelf ook vaak genoeg gedaan hebben. Dus ja, dit gaan we zo meteen maar eens even doen. Dan gaan we maar eens kijken wat de uitslag wordt. Want volgens mij moet je deze test ook doen als je op vakantie gaat. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik ben namelijk nog niet op vakantie geweest. Dus ik ga even een flesje water pakken. Want ja, ik heb dus gelezen dat je goed moet blijven drinken als je dus wel een voedselvergiftiging hebt. Want anders kan je ook uitgedroogd raken door het vele kotsen en poepen wat je doet. Ja, dat gebeurt namelijk. Dus ik ga zo even naar boven. Dan gaan we zo dat testje maar even doen. En dan gaan we er heel snel achter komen of we wel of niet in quarantaine moeten. Ik hoop het niet, jongens. Ik hoop dat het gewoon lekker een voedselvergiftiging is. Wat ook kut is, maar alles beter dan het kutvirus. Laten we even eerlijk zijn. Nou, daar zitten we dan, jongens. Ready voor de test. Ik heb hier het stokje. Die gaan we openmaken. We hebben hier alle dingen. Hier moet je natuurlijk dat ding in proppen. Het pipetje waar je dadelijk al die druppels in moet doen. Dus ja, deze hoeft gelukkig. Het staat op de doos. Kijk, er staat ondiepe neustest. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Ondiepe neus. Dat betekent dat deze niet heel diep je neus in hoeft, gelukkig. Dus daar ben ik wel blij mee. Want ik ga altijd zo slecht op als het ding helemaal achter je strot zit. Helemaal nu. Want ik heb al de hele tijd dat ik moet kotsen. Laat staan dat ik dadelijk weer moet kotsen van dat ding dat te ver gaat in mijn neus. Nou, daar gaan we. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar goed, we gaan het toch even doen, jongens. We gaan het toch even doen. Want ja, we moeten er toch achter komen hoe wat is deze staaf. Gaat mooi mijn neus in. Dus here we go. Huh. Doen we het toch wel een beetje goed in. We laten alles goed een beetje draaien zo. Oh, er zit zo'n beetje bloed aan. Ik weet niet of je het kan zien. Er zit zo'n beetje bloed aan mijn neus. What the fuck. Oh, ook hier. Zo. Ik weet niet of dit goed gedaan is. Oh, zo.
Ik denk dat dit nu wel goed is. Er zit zelfs een beetje bloed aan. Had ik vorige keer ook. Ik weet niet wat dat is. Maar dat heb ik steeds. Nou, dit ding openmaken. Ik heb dit ondertussen al een paar keer gedaan. Dus ik weet ondertussen wel goed hoe het moet. Deze hierin doen, want dan reageert het goed. Dan moet je erin knijpen dat het hele ding, zeg maar, goed onder deze vloeistof zit. Nou, dit is wel goed gemengd, denk ik. Dit is nu wel goed gemixt. Dan doen we dit pipetje er mooi op. Kijk eens aan. En dan moeten we 4 druppeltjes in het ding gaan doen. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Zo, alles zit er nu in. Alles wat we hebben moeten doen, hebben we gedaan. Het is heel erg makkelijk gegaan. Wat we nu moeten doen, is een kwartier wachten. Want zoals je kan zien, dat ding gaat nu vollopen met de vloeistof. En dan ben ik over een kwartiertje bij jullie terug met de uitslag. Dus dat is precies om 11:45. En dan ben ik bij jullie terug en dan gaan we zien of ik positief of negatief ben. Ik hoop negatief, want dan is het gewoon een voetenvergiftiging. En anders moet ik in quarantaine. Daar heb ik geen zin in. Ik voel me nu wel iets beter. Ik heb eventjes een flesje water gedronken. Dat gaat tot nu toe oké, want dat is ook het enige wat ik kan drinken. Zo, we toch een kwartier moeten wachten op de uitslag van de test. Ga ik even een boterham proberen te eten, want je moet wel wat proberen te eten. Want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen eigenlijk nul binnengehouden. Dus ik ga gewoon even wat brood eten. Dat heb ik gelezen dat het beste is. Dus ga ik even een broodje maken. Want we moeten toch dat kwartier wachten, hoor ik zei. Dus kunnen we prima uitjes een hapje in eten. Dus dat ga ik even doen. Het laatste hapje brood ga ik nu naar binnen. Het kwartier is om, dus we gaan naar boven. En dan gaan we kijken of we positief of negatief zijn. Ik ben best zenuwachtig, maar goed. Laten we naar boven gaan. En dan gaan we kijken wat de uitslag is, mensen. Oh, joh. Nou, mensen. Daar ligt de test. Ik ben echt zenuwachtig. Ik ben echt benieuwd wat de uitslag gaat zijn. Dus ik ga niet kijken naar het testje terwijl ik hem pak. Ik blijf naar jullie kijken. Ik moet even voelen waar die is. Oké, ik heb hem. Ik heb hem in mijn handen, dames en heren. Ik hou mijn vinger op de uitslag. Ik heb er nog niet naar gekeken. Ik ga de camera omdraaien. En dan gaan we samen kijken wat de uitslag is van mijn test. Zoals ik zei, ik heb mijn vinger erop gehouden. Ik ga bij 3 mijn vinger weghalen. En dan gaan we zien of er een T of een C staat. Bij de T betekent dat ik positief ben. En bij de C betekent negatief. Dus daar gaan we op 3, jongens. 1, 2, 3. Daar gaan we. Oh mijn god, ik ben negatief. Oh mijn god. Maar hier ben ik echt blij mee, dames en heren. Dat betekent dus dat ik gewoon een voedselvergiftiging waarschijnlijk heb opgelopen. Of iets anders, maar het is in ieder geval geen Delta variant. Dus dit is het bewijs. En er zijn waarschijnlijk mensen die nu gaan commenten. Dit ding is niet betrouwbaar. Ik heb vrienden van mij gehad, die zijn op vakantie geweest. Die zijn teruggekomen van vakantie. En daar kwam dit ding echt precies op een T uit. Dus ik geloof het op dit moment wel. Er zat zelfs bloed aan het stokje, dus ik heb hem diep genoeg mijn neus in gestopt. Maar ja, dit is wel even fijn om te weten. Want dat we negatief zijn uit deze test, dat betekent gewoon dat ik naar buiten kan. Want ja, ik ben eigenlijk helemaal niet buiten geweest dit weekend. Ik ben eigenlijk alleen maar binnen geweest. Ja, ik kon ook vrij weinig doen. Want ik lag of in bed, of ik zat achter mijn setup, of ik zat bij de wc. Want ja, dat ging niet zo heel goed namelijk. Maar hier ben ik wel heel erg blij om, man. Dat ik gelukkig geen Delta variant, geen normale variant, of welke freaking variant van het kutvirus ook is. Boeien me allemaal niet meer. Ik heb gewoon verkeerd gegeten of mijn eten was niet goed. In ieder geval, ja, dit is het bewijs. Beter dan dit kan je niet hebben, denk ik, toch? Ja. Mensen, we zijn 2 uur verder sinds dat ik mijn broodje heb gegeten, zeg maar. En mijn maag reageert nog steeds tering slecht op eten. Het is echt niet normaal. Ik heb hier zieke buikpijn. Voordat ik ging eten had ik daar geen last van. Ik heb er nu wel last van. Dus wat ik ga doen, is ik ga lekker mijn bed in. Ik ga nog eventjes een serietje kijken. En dan nog eventjes wat slapen. Want toen ik vanochtend wakker werd na het slapen, had ik eigenlijk niet ergens last van. Ja, buiten de buikpijn om. Maar dat is nu weer wat erger geworden. Dus dames en heren, ik ga de video afsluiten. Ik zei dat het een kort vlogje ging worden. Maar ja, het spijt me dat het zo kort is geworden. Ik hoop dat jullie kunnen begrijpen. Morgen komt als goed gewoon weer een video online. Want ik heb er nog eentje klaarstaan die ik dit weekend voordat ik het probleem had opgenomen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken, dames en heren. Het spijt me. Maar ik zie jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video. Dus tot dan. Ik ga nu lekker uitzieken. Dus ik spreek jullie later. Bye bye.